Ik heb natuurlijk een soort van stroomstoring in mijn hoofd gevoeld. En vanaf dat moment was het even anders allemaal. Ja? Wat voel je dan? Nou, tssst, zoiets. Echt? En dan in je hoofd. En dat was gewoon van de een op de andere dag? Ja, in één keer. De coffeeshop, de parenclub. De jongerencamping tot sekstelefoon. Ja, allemaal hele logische werkplekken voor aan het werk. Maar vandaag slaan we een andere weg in. En wel de zorg. Misschien niet de allereerste plek waar je aan denkt bij spuiten en slikken. Ja, we werken vandaag namelijk in een opvanghuis voor Korsakoff. Mensen met Korsakoff. Het syndroom van Korsakoff is een hersenbeschadiging die ontstaat door een zwaar gebrek aan vitamine B1. De oorzaak is vaak ernstig alcoholmisbruik in combinatie met zelfverwaarlozing en slecht eten. Mensen met Korsakoff worden onder andere vergeetachtig en kunnen niet meer zelfstandig leven. Verpleeghuis Markenhof biedt zorg en begeleiding aan 140 mensen met dit syndroom. En voor één dag mogen wij hier mee helpen. Rutger en Anouk, waar kunnen wij jullie vandaag mee helpen als zorgleken? We gaan samen het ontbijt regelen voor één huiskamer. En dan in het speciaal volgen wij Jaap. En die gaat naar de houtwerkplaats. En dan mag jij even kijken of jij dat ook kan doen. Wij gaan opsplitsen. Ja. Wat gaan wij dan doen? Jij gaat bij mij mee. Oké. Okay. Wij doen niet het ontbijt. Dat komt omdat wij met Willem meelopen. Ja. En die heeft een kaakoperatie gehad. Dus die skipt het ontbijt omdat het allemaal nog niet zo helemaal lekker gaat. Ja. Dus wij gaan iets later aan de gang vandaag. En dan gaan we eventjes naar Willem toe. En dan gaan we met hem mee ook naar het activiteitencentrum. En wat kunnen wij een beetje verwachten van wat Korsakoff met deze cliënt heeft gedaan? Vooral bij Jaap, dat kan ik het beste uitleggen, zie je dat hij geheugenverlies heeft. En dat kan hij heel mooi verbloemen door heel jolig te zijn of heel grappige opmerkingen te maken. Dat ga je straks ook echt wel merken als je hem ontmoet. En zijn ze zich daarvan bewust? Sommigen wel. Die zijn, zoals Willem, waar wij naartoe gaan, die is zich er heel erg van bewust. Mm-hmm. En sommigen ook totaal niet. Korsakoff is niet bij iedereen hetzelfde. Ja, want wat denken ze dan dat ze hier doen? Ja, sommigen die denken dat ze hier op vakantie zijn. Het besef is bij sommigen helemaal weg. Wow. Van, ja. En ga je dan mee in als ze dan denken dat ze op vakantie zijn? Deels wel, want het is ook natuurlijk heel confronterend als je zegt van goh, ja, maar je zit hier voor de Korsakoff, niet voor een vakantie. Dus in veel gevallen ga je wel mee, maar je hebt natuurlijk wel grenzen. En wat zijn de grenzen dan? Nou ja, niet dat ze zometeen echt inderdaad denken dat ze op vakantie zijn. We gaan niet per se mee in het verhaal, maar dat we dan proberen even het gesprek naar een ander onderwerp te leiden. Zo. Ja. Ja. Oké, dat klinkt best ingewikkeld eigenlijk. Ja. Ja. Als we ze dan zo meteen gaan ontmoeten en we stellen vragen, dan weet je eigenlijk nooit of iemand de waarheid spreekt, of dat echt is. Mm-hmm. Maar ja, voor diegene is het misschien echt. Ja. Misschien maakt dat dan ook niet zoveel uit. Ja. Ja. Als het niet schadelijk is, waarom zou je dan niet ermee gaan? Ja. Ja. Niet schadelijk voor de cliënt zelf. Wow. Oh, ja. Dus het is ook een beetje meedoen met een toneelstukje. Ja. Soms wel, ja. Ja, je zou het zien als een toneelstukje, maar de bewoners hier, die hebben echt het gevoel dat ze de waarheid zeggen, ja, ook al is het soms niet zo. Dus, ze liegen eigenlijk niet. Nee, eerlijk ze denken liegen, zelf dat ze niet liegen. Altijd. Noemen we dat eerlijk liegen? Eerlijk liegen, confabuleren, ja. Zo ga ik dat ook noemen. Ja, precies. Gewoon eerlijk liegen. Ik heb eerlijk gelogen. Ja. En wij accepteren dat. Dat mag er zijn. Ja. Wat zijn nou echt de eigenschappen waar een goede werknemer aan moet voldoen hier? Ja, je moet wel stevig in je schoenen kunnen staan. Mensen kunnen hier best wel eens over je grenzen heen gaan. Dus ook goed je grenzen aangeven tot hier en niet verder. Dat is wel heel, heel belangrijk. Ja. Wij maken hier altijd gebruik van de empathische directieve benadering. Dus je moet je ook echt wel kunnen inleven in onze bewoners. Onze bewoners hebben veel meegemaakt, die zitten hier niet voor niks. Dus het is fijn als je dat stukje inlevingsvermogen ook hebt. Vertrouwen is heel belangrijk, dat de bewoners je vertrouwen. Dan krijg je ook echt wat voor elkaar. Dus dat zijn wel hele belangrijke dingen. Kan je een voorbeeld noemen van waar je mee te maken krijgt, waar mensen over je grenzen heen kunnen gaan? Ja, dat kan van eigenlijk iets heel kleins zijn van hey, kutwijf, tot echt aan je zitten of fysiek. Ja, dat zijn ook wel dingen die hier regelmatig voorkomen. Waarom komt dat hier voor? Hoe kan het?
ja, ook bij de Korsakoff komt ook wel heel erg de ontremming kijken. Dus over je grenzen heen gaan, het onderste uit de kan willen halen, dat past ook wel echt bij het ziektebeeld. Ja. Ja. Ook een beetje testen als je begint. Ja, ja. Ze zeggen altijd, geven ze je vinger en ze pakken je hele hand, maar. Dan moeten we juist extra op scherp staan misschien ook vandaag, toch? Als beginners. Ja, okay. Dus dat ook niet te persoonlijk allemaal opvatten. Dat vond ik in het begin heel erg moeilijk. Dat als je uitgescholden werd, dan had ik al heel gauw zoiets van, oh shit, wat heb ik gedaan? En nu denk je soms van, ja, gaan we weer. Altijd het weer. Ja. Dus dat zijn wel dingetjes die je zeker kan meenemen. Dus ook niet alles persoonlijk opvatten. Oké. Goede tips, ja. Hier hebben we dan het brood en zo staan. Oh ja, kan ik dat zo rijden? Ja, je hebt hier gewoon het karretje. Ja. En dan pak ik even melk en karnemelk in. Wil je dat ook hier opleggen? Ja. Hoeveel melk zit er nog in dat pak? Oh. Zit er nog genoeg in? Half vol, staat erop. Als je bijvoorbeeld dat bakje daar zet, dan zullen deze vier mensen dat nooit pakken. Omdat ze zoiets hebben van, ik ga niet opstaan, ik pak wel wat hier in de buurt ligt. Zijn ze een beetje lui, of hoe bedoel je? Nou, lui zou ik niet willen zeggen, maar... Praktisch. Praktisch, ja. Juist. Wat voor hun praktisch is. Ja. Nou. Super. Hoppa. En straks ga ik Jaap begeleiden. Ja. Ja. En hoe moet ik een beetje met hem omgaan? Het is belangrijk dat je... met hem en de andere bewoners omgaat als je met ieder ander mens omgaat. Wordt vaak gezien bij ouderen dat je iets vertroetelt, dus dat je iets liever gaat praten of verkleinwoordjes gaat zeggen. Nou, dat is bij deze doelgroep helemaal niet de bedoeling. Kunnen ze best wel heftig op reageren. Wat kan er gebeuren dan? Dat ze zich niet serieus genomen voelen. Het is belangrijk dat je niet vragen stelt die beroep doen op hun geheugen. Daarmee bedoel ik van, wat voor ons een simpele vraag is, nou, hoe oud ben je? Nou, ik ben 22. Dat zou, voor Jaap zou dat bijvoorbeeld, of een andere bewoner, kan dat een hele moeilijke vraag zijn. Omdat ze misschien al helemaal niet meer weten hoe oud ze zijn. Of dat ze de leeftijd hebben die ze 10 jaar geleden hadden. Oh, ja, zo. Dat, ja. Dus eigenlijk meer vragen op het hier en nu? Ja, heb je goed. Ja? Ja. Van, heb je lekker geslapen? Ook de vraag, wat heb je gisteravond gegeten? Zou ik niet stellen. Want of ze verzinnen iets, of ze staan helemaal van, ja shit, ik heb geen idee wat ik gisteren heb gegeten. Je wil ze niet in verlegenheid brengen Nee, dat probeer je altijd te voorkomen, ja. En ook over hoe lang zit je hier al, waarom zit je hier? Is ook geen doen bij deze mensen. Nee. Okay. Dat zou ik je kunnen vertellen. Ik weet het niet bij iedereen uit het hoofd. Maar dat weten ze zelf eigenlijk bijna niet. Nee. Mm-hmm. Ja. Oké. Ik weet nog niet precies wat ik moet verwachten. Als in, er kan dus heel veel gebeuren. Ja, ik wou net maar zeggen... gewoon normaal doen en het over het hier en nu hebben. Ja, lijkt precies. Me goeie. Vertel over jezelf, vinden ze leuk. Oh, als jij begint van, ik ben vorig jaar op vakantie in Spanje geweest, dan kan altijd wel iemand vertellen van, oh, ik ben ook in Spanje geweest en ik heb dit en dit meegemaakt. Het is, ze willen ook graag praten over hun eigen ervaringen en soms kan je jezelf gebruiken om zo'n gesprek op te starten. Dat is een goeie. Dag Jaap. Hey Jaap. Hey. Hey, ik ben Roos. Ik ben Jaap. Hallo. Hallo. Dan heb je lekker geslapen? Ja, heerlijk. Ik loop vandaag even mee als begeleider. Ja. Dus ik ga jou begeleiden. Maar als ik het niet goed doe, dan mag je het ook gewoon zeggen. Ja, dat doe ik. Dat doe ik wel. Ja, dat is helemaal goed. Hoe vind je het om hier te wonen? Heerlijk. Ja? Ja. Wat vind je er zo lekker aan? Hier is alles goed en voor mij alles goed. Ik heb mijn werk en... ik doe hier dingen, ik doe van alles. Dat vind ik gewoon prettig. Wat vind je leuk om te doen dan hier? Hier, al het werk. Al het werk vind je leuk om te doen? Ja. Dat vind ik moeilijk om te geloven. Ja, eerlijk waar. Jaap vindt echt heel veel leuk om te doen. Wat goed. Ja. En hoe vind je dat Rutger het doet, of de andere begeleiders? Ja, wel aardig goed. Aardig goed. Is er ruimte voor verbetering? Nee, we kunnen goed met elkaar schieten. Oké, dus het is gewoon gezellig hier? Ja, hartstikke gezellig. Ja. Zin in vandaag? Ja. Mooi. Goedemorgen.
Dag Bas. Kom maar lekker zitten. Wat heb jij? Oh, lekker. Filet met boter en filet. Ja, ja, ja. Dubbel gesmeerd. Lekker hoor. Ja? Ja. Moet je een halve snee? Nee, dank je. Heerlijk hoor. Nee. Het is te vroeg voor die hoeveelheid glij in mijn keel. Ik sta nooit zo vroeg op. Yo. Yo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Bezoek. Ralf, hoi, Willem. Aangenaam. Ja. Hey Willem. Zelden. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja. Ja. Mogen we binnenkomen? Gezellig dat jullie het doen. Ja. En een stevige muziekverzameling heb je. Ja. Ja, dat ik vroeger al verzameld. Die spaarde ik op in de schuur. Maar daar had ik een geluidsinstallatie en daar draaide ik het. Ja. Mijn eigen muziek. Nog allemaal op cd'tjes? Ja. Die ken ik niet meer hoor. Ja, nee, hè? Nee. Wat is je favoriet? Wat is je favoriete cd? De Stones. De laatste van de Rolling Stones. Kijk, deze is het. Lekker hè? Lekker nummertje. Lekker rammen, hè? Ja, mooi, hè? Ja, we moeten even harder zetten hè. Lekker, hè? Hoe is het binnen? Ik hoorde dat je last hebt van je kaak. Ja, ik heb een kaakoperatie gehad. Ja. Heb je er veel last van? Nu niet meer. Oké. Okay. Nee, maar het was wel, pittig. Ja, als ik nu zo met jou praat, dan merk ik eigenlijk helemaal niet dat je Korsakoff hebt. Wat voel jij zelf van Korsakoff? Geheugenprobleem. Ja? Dat is wat ik wel ervaar, ja. En waar merk je dat aan? Nou, dat je dingen niet onthoudt. Soms wel. Als ze echt veel indruk maken, zeg maar, dan onthoud ik het wel. Maar ook een hele hoop dingen niet. Maar ja, aan de andere kant denk ik van... ook minder ballast. Ja, wat niet weet, wat niet deed. Ja, zoiets. Ja. Ja. Hoe voelt dat dan om soms dingen te vergeten? In het begin was het heel moeilijk. Want dan voel je je eigenlijk een soort van machteloos. Ja. En dat is, is heel frustrerend. Maar je gaat het wel langzamerhand zeg maar een plek geven. En dat is nu wel aan de hand, ja. Want hoe geef je het een plek? Ja, door te accepteren dat je bent zoals je bent, is het in feite. Zeg maar stop. Doe je boter onder alles? Ja. Ja? Gaan we straks houtbewerking doen? Ja, we gaan straks naar het dak lopen. Dus gaan we bij Jaap even kijken, bij de houtbewerking. Het activiteitencentrum. Ja. En vind je klussen ook het leukste? Ja, ja. Ja? Vind je dat het leukste om te doen? Ja. Jullie doen ook fiets maken, toch? Ja. Ja, dat is beneden. Ja. We hebben een tuin waarin gewerkt kan worden. Ook gewoon binnen, in een kas. Houten bewerkplaats. We hebben een grote werkplaats waar pakketjes worden ingepakt. Een kleine werkplaats waar iets minder prikkels zijn. Bekende shackhok. Wat is een bekende shackhok? Dat is de buitenplaats waar we met z'n allen bij elkaar komen om sigaretten roken. Ah. Ja. Maar je mag ook in je kamer roken, toch? Ja en nee. Mm. Er wordt gezegd van niet. Officieel mag het niet. Ik rook wel eens niet op een straatje bij het raam. Wel. Ja? Blijf ik naar buiten. Ja, heel stiekem mee in die. Want als je buiten staat, zie je staan. Ja. Wil iemand appel? Nee, een stukje? Amke, wil jij een stukje appel? Appel? Jawel. Super. Ja hoor. En hoe vind je dat je hier dan in wordt begeleid? Vind je Anouk een beetje leuk? Anouk is mijn knuffel, ja. Ja.
Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, we kunnen goed door één deur samen, ja, hè? Erg goed, ja. Ja. Want hoe werkt het dan? Hoe begeleid jij Willem eigenlijk? Ik ben de EVB'er van Willem, eerst verantwoordelijk begeleider. Dus alle zaken die om Willem geregeld moeten worden, het contact met familie, ziekenhuisafspraken, dat gaat eigenlijk allemaal via mij. Ja. Dus Willem en ik hebben ook vaak wekelijks, kom ik even bij hem, even een praatje van, goh, hoe is het? Heb je nog dingen nodig? Het voelt alsof je eigenlijk bijna geen, alsof je super zelfstandig bent. Alsof je eigenlijk... Dat lijkt zo, ja. Oké. Je bent ook wel zelfstandig voor een aantal dingen die je doet. Maar je zit natuurlijk wel in de zorg van dat land. Dus dat kun je niet ontkennen. Dat hoort erbij. Ja. Als iemand zo zelfstandig is, hoe begeleid jij dan nog mensen? Vooral met de handen op de rug. Wat mensen zelf nog kunnen, dat mogen ze ook gewoon lekker zelf doen. Ja. Oké, dus als ik vandaag dus mee ga lopen, dan hoe minder ik eigenlijk hoef te doen, hoe beter. Hoe beter het is, ja. Ja, hoe zelfstandiger ze zijn. Oké. Voor bijna alle bewoners is Markenhof hun laatste woonplek. Slechts een enkeling redt het om weer zelfstandig te kunnen wonen. Want wanneer mensen met Korsakoff stoppen met drinken, zal een hersenbeschadiging niet verergeren. Maar genezen zal deze helaas nooit. Ik ben toe naar de afdeling, ja? Ja, is goed, prima. Gaat goed hier. Ik zie je straks. Ja, oké. Okay. Ja, mooi. Doei. Zo, dit is jouw spot. Ja, dit is je man cave. Ben je hier nu mee bezig? Ja, ja. Wow. Ik zit eigenlijk gewoon voor jou te werken nu. Ja. Maar verdien je er zelf ook geld aan dan? Ja, ik €40. Ah joh. Ja. 40 euro. Is dat niet waar? Is dat niet waar? Nee. Oh. Oh, dit is zo rustgevend om zo lekker die gaatjes in te kleuren. Kom je wel echt tot rust, toch? Ja, leuk, hè? Oh. Hoppa. Heb je vroeger ook met je handen gewerkt? Nee, ik heb gewerkt voor de spoorwegen. Oh. Wat deed je daar dan? Spoorstaven opzetten, wissels leggen. Alles wat met spoor te maken had. Dus ook wel echt met je handen? Ja, altijd zware werk, beeld steken. Zo. Ja. Vandaar dat je dit misschien ook nog wel leuk vindt. Ja. Dit is jouw plekje. Ja. Dus jij krijgt een apparaat en dat haal je dan helemaal uit elkaar? Ja, het moet er helemaal gesloopt worden. Dag Henny. Hey, goeiedag. Hey. Nieuw gericht. Hey, ja, Ralf. Henny ten Tijen. Hi. Aangenaam. Hey, maar jij bent de koperdealer. Hier. Oh, nou ben ik weer een Ja, je hebt je handeltje hier. Ja, we hebben onze eigen handel hier. Ja. Maar daar moeten we wel wat voor doen, hoor. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat het ons aankomt waaien. Nee. Kijk, je ziet wat Willem nu aan het doen is. Door gewoon de dingen uit elkaar te slopen, komen we zelf allerlei materialen tegen. Dan zie je wat eruit komt. Het kan aluminium zijn, het kan ijzer zijn, het kan koper zijn in de spoelen bijvoorbeeld. Ja. RVS. We sorteren alles. Alles wordt gesorteerd? Alles wordt gesorteerd. En dan wordt het op een andere afdeling weer in elkaar geschroefd? Dat zou wel mooi zijn. Nee, dan leveren we dat in bij onze oude ijzerboer, zeg ik altijd. Aha. En het geld wat we daarmee genereren, dan halen we nieuwe materialen voor, nieuwe gereedschappen. En dan kunnen we gewoon weer verder. Ja. Is er iets dat ik kan demonteren, kan kapotmaken? Pas wel, Willem, geef me die maar. Ja, geef me dit maar. En Willem helpt mij wel, denk ik. Ik laat het eerst even aan jouw uitdaging over. Ja, dan kunnen jullie lachen. Ja, dit hadden jullie al bedacht van tevoren, dat je mij gewoon een dichte doos geeft. Wat zijn een beetje de dingen die jij doet in je vrije tijd? In vrije tijd? Ja, dan ben ik bezig met mij daar waar ik woon, wel in de tuin en zo. En ik doe van alles. Dan komen ze vragen, Jaap, wil je even helpen, dit doen of dat doen? Dan zeg ik, ja, ik ga mee. Nee, ik ben voor alles in staat. Ja. Je bent een beetje iedereen aan het helpen ook. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar wat doe je meestal als je op je kamer bent dan? Ja, dan ben ik, doe ik de televisie aan en dan kijk ik niet altijd hoor. Maar dan heb ik het ding aan staan en dan ben ik andere dingen aan doen. Achtergrondbehangen, zo noem ik dat. Ja. Dames en heren, hoe is het hier? Hallo. Lukt het een beetje? Ja, gaat helemaal goed. Ja, gaat goed. Mooi. Jaap heeft net een beetje verteld over
ja, wat hij hier allemaal doet. Oh ja. Het schilderen. Heb je verteld over het klootschieten, ja? Hè? Over het, dat je kampioen klootschieten bent? Ja, Jules de Boel. Jules de Boel, hè? Ja, 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 ja. Ja, en als het lekker weer is, dan gaan jullie rondje rond de Markhof. Ja, ja. Oh joh. En zitvolleybal, daar ben je ook goed in? Ook in, ja, ja, ja. We doen allemaal leuke dingen. Ja. Ik vind dat toch wel lastig als begeleider, omdat ik dan de hele tijd denk, ik weet niet wat waar is wat je vertelt. Mm-hmm. En ja, ook dat ik niet zo goed weet wat ik dan kan vragen. Want als ik al wil vragen van wat vind je leuk om te doen, dan denk ik shit, misschien weet hij dat helemaal niet. Ja, ja, dat is ook heel erg lastig. En dat is ook gewoon met de tijd mee, hoe langer je de mensen kent en hoe je hier, ja, werkt. Je leert iemand gewoon kennen. Dus uiteindelijk weet je van iemand wat hij wel en niet kan. Ook al zegt hij dat hij bijvoorbeeld iets niet kan. En je neemt hem gewoon eigenlijk gewoon mee bij de arm van, nou, we gaan het even doen en dan je legt het voor hem en dan doet hij het gewoon alsof hij dit al jaren doet. Ja, 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 dat is heel erg apart, ja, het ziektebeeld. Gewoon, ja, meegaan met, mm-hmm, ja. Wat is iets waar je een keer echt helemaal in bent gestonken? Toen was ik hier net aan het werk en, ja, nou, die vrouw die kon prachtige verhalen vertellen over alle landen die ze heeft bezocht. Ja, noem maar op, en over de spullen in de kamer kan ze vertellen. Ja, en ik ging daar helemaal in mee. Ik vond het ook super interessant om te horen. Had ze weer een steen vast en zegt van ja, dit is van die en die geweest omdat ik die daar heb ontmoet. En toen ze uiteindelijk bekende namen ging zeggen over koningen en stamleiders, noem maar op, van alles. Toen had ik zoiets van, ik ga toch even bij mijn collega vragen van, wat klopt hier allemaal van? Ja, en daar klopt dus echt helemaal niks van. Maar misschien is dat helemaal niet erg dan, is ook niet dat erg, je erin meegaat. Ze doet niemand kwaad. Nee. Ik doe niemand kwaad om erin mee te gaan, want zij kan haar verhaal kwijt. Ze kan haar ervaringen delen, ja, die ze dus zogenaamd heeft gehad. Ja, en dat, zo heb je wel een mooi gesprek met iemand. Goeie. Ja. Nou, dan ga ik gewoon weer lekker mee. Heel verven goed. Met hem. Heel goed. Thanks. Ben je iemand die meer op zichzelf is? Ja, op zich wel, denk, ja, ik. Ja. Vind je dat fijner? Ja, ik kijk gewoon, ik wil gewoon wat leuks doen. Een beetje nuttige dagbesteding. Ja, ja, of heb je het idee dat je misschien iets zelfstandiger bent dan andere bewoners? Nou, dat, weet je wel, dat misschien dat sowieso, iets, ja. Maar dat, ja, komt ook dat dit werk is gewoon anders. Dit is gewoon gevarieerder. Ja. De grote zaal ben ik in het begin begonnen, hoor. Maar dan moet je zeepjes in doosjes doen en zo. En dat was in het begin prima, hoor. Ja. Want toen was ik helemaal de weg kwijt. Dus dat was goed toen. Maar nu niet meer. En wat bedoel je dan met helemaal de weg kwijt? Nou ja, toen ik hier kwam, toen was ik aardig de weg kwijt, zoals het heet, ja. Ja? Ja. Ik heb natuurlijk een soort van stroomstoring in mijn hoofd gevoeld. En vanaf dat moment was het even anders allemaal. Ja? Ja, ja, ja. Een stroomstoring? Ja, ik heb hem gevoeld. Ik weet het gewoon zeker. Wat voel je dan? Nou, tssst, zoiets. Echt? En dan in je hoofd. Oeh, dat klinkt niet goed. Nee. Maar jij hebt ook een hoofd met allemaal stroomdraadjes en stroomverbindingen en zo. Ja. En daar is het ergens fout gegaan, zeg maar. Ja. En het was gewoon van de een op de andere dag. Ja. In één keer. Hop. Hop. Oh, ik vind het echt doodeng om te horen. Hoe gaat het bij jouw airfryer? Die heeft geen zin nog. De airfryer heeft nog geen zin. Op de grond gooien. Heb je dat wel eens gedaan? Niet dat ik weet. Maar ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay. Henny, krijg jij deze anders los? Lukt het niet? Nee, jawel. Maar ik heb alleen even dit laatste kutschroefje. Rotschroefje. Rotschroefje, ja. Pak even een andere schroef draaien. Eén moment. Ja, dan zo kan ik het ook. Ja, maar, ja, hallo. Ja. We hebben de middelen bij ons, hè. Dus, Ja, gaat het nu, ja, al? Ja, kijk, hij is straf. Ja, ik had hem al helemaal losgemaakt. Ja, nog even. Is het nou heel moeilijk om dit aan mensen te leren of te laten doen die Korsakoff hebben? Ja en nee.
Het hangt van de cliënt zelf af of hij bereid is om te leren. Mm-hmm. Maar ja, als je iets aan iemand leert, de kans is te groot dat iemand het weer vergeet. Daarvoor moet je ook zorgen dat je het altijd foutloos aanleert. Je krijgt meestal één keer kans om het te leren, moet je het ook direct goed doen. En dan onthouden ze het? Dat hoop je, en dan ga je iedere keer het op die manier ook aanbieden. Ja. De herhaling, hè? De herhaling is al ja. belangrijk. Ja. Ja. Zo, mijn is af. Ja, oké. Ja? Vind je het mooi geworden? Ja, netjes, ja. Dat is nog niet af, hoor. Nee, maar ik maak hem zo helemaal af. Ja? Ja. Mijn shift zit er wel op voor vandaag. Hoe vind je dat ik het heb gedaan? Ja, goed. Ja, wel leuk. Ja? Ja, echt waar. Ja? Ja. Zijn er nog verbeterpunten voor mij als begeleider? Nee, dat gaat helemaal goed zo. Helemaal perfect. Ja, helemaal ja, mooi. Ja, echt. Wat goed. Ja. Wat goed. Mag ik je bedanken dat ik vandaag mee mocht lopen? Dat ik mee mocht kijken waar je werkt? Ja, in je kamer? Ja, leuk. Ja? Ja. Ik vond het heel leuk je te ontmoeten. Heel goed. Wat was jullie oordeel? Wat is jullie oordeel? Nou, mijn eerste indruk van jou, Roos, vond ik heel erg goed. Ja? Natuurlijk samengelopen, met jou meegelopen. En het moment bij het ontbijt zag ik meteen dat je gewoon... meteen erin ging, op neutraal, leuk met de mensen communiceerde en interactief bezig was. Ik vond het ook heel erg leuk dat je een appeltje pakte en uiteindelijk zoiets had van, wilt iemand anders nog een appeltje? Ja. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. Je mag echt eerlijk zijn, hoor. Ik ben 100% eerlijk. Nee, okay. Ik heb geen op- of aanmerkingen. Nee? Ik vond dat je het echt heel erg goed deed. Ja? Wat goed. Je gelooft het zelf bijna niet. Nou, ik ben heel blij om het te horen, want ik voelde me wel heel onervaren. Mm-hmm. Omdat ik me niet wist hoe ik mezelf... Ja, wat ik moest doen, ik wilde grapjes maken, maar ik wist niet of dat kon. Want jij zei, maak grapjes, maar ik dacht, ja, ga ik hier nou zeggen, wil je een bako? Of zo, ja, ik weet niet. Het voelde niet goed. Maar en ik vond het wel heel mooi dat je gewoon echt merkt dat iedereen op één level zit. Ja. En de sfeer is hier zo fijn, ik kan me wel echt voorstellen dat je denkt, ja. Hoe heeft Ralf het gedaan? Nou, ik ben ook heel erg tevreden over Ralf. Nee, ik voel me echt niks tegen. Ik vond het ontzettend leuk dat je echt oprecht interesse had in Willem. Dat je ook in de kamer aan het zoeken was van, goh, waar kunnen we het nog even over hebben? De muziek aanslingerde. Dat was voor Willem ook gelijk zoiets van, volgens mij viel de spanning gewoon van hem af. Hij was heel erg op zijn gemak bij je, dus dat is supergoed. Ja, maar ik vond het wel een beetje gek eigenlijk. Want ik had zo niet het idee dat er iets met hem aan de hand was. En dan soms zei hij ineens, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. En dan dacht ik, oh ja, hè? Ja. Dat zit er gewoon. Ja. En ik kon daar heel moeilijk in. Ik dacht van, wat kan ik dan wel niet zeggen? Een beetje wat jij had. Ja, daarmee was ik soms echt heel erg in de war. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En ik vond het heel vroeg. Heel vroeg. Ja, dat bent nooit. Dat bent nooit. Oh, wat een drempel hoor dat. Ja. Ja. Nee, dus voor mij, mochten de tijden ooit een beetje veranderen, zou ik hier uiteindelijk best wel willen werken, ja. Dan ben je van harte welkom. Ja, goed. Zeker. Ja, goed. Nou, dan gaan we nu de vrij Meebo in. Ja. Kom.